oma was altijd, woonde eigenlijk bij ons, mm-hmm. voor mami. Zij was de hulp in de keuken en ze kookte altijd. En eens in de maand, als dus de mensen uitbetaald werden, had oma ook een standje. Want ze hadden dan een soort passermalm voor de werkers. En, maar ik was altijd bekend dat ik dus de kleindochter was van... Papi. Nou, de kleindochter van Nennek. Zo, als zij iets ging maken, ging ik altijd onder tafel en ze gaf me altijd dingen te eten. Mm. Want thuis had ik altijd twee keer. Eén keer met mijn vader en mijn Hollandse oma. En de tweede keer met mijn moeder in de keuken met die andere oma. Zaten we op de tikker en dan ging ik met de hand eten. Ja. En zo, want zo was ik, moeder en dochter. Ja, zo was ik dus eigenlijk opgebracht. No wonder dat je zo lekker had van eten. Oh ja. Yeah. Altijd dubbel. Maar ik zat te denken in die Pikulan, toen we bij Jan en Syrië waren, toen kwam dus die... Het geld eruit. Ja, en maar een ook, heel er was een heleboel lekkere dingen. Eten, oh ja. My gosh, mm-hmm. Dat was zo goed. Maar ik zie alleen maar het geld, ik ben het eten vergeten. Ja, je bent altijd een geldpersoon geweest. Natuurlijk, de kleur, mijn kleur is groen. Groen is van geld. Van jaloersheid. Groen is de color van jealousy. No, green is money. Yeah. If you have lots of green, you have lots of money. No, you don't. I didn't know you had lots of money. I have to get to know you. Well, if you're smart, then it goes like that. Is that not Japanese? A gate is Chinese. Dit heb ik gekocht in een souvenirstore. Ah. En het had een hele kleine ketting van al die Chineesjes. Oh, ja. En het was om mijn nek, ik kon het eigenlijk nooit dragen. En toen gingen ze goud kopen in Gulita, geloof ik. En toen heb ik de ketting verkocht, maar dit is van mij.